In afdeling Jasmijn, gelegen in het mooie Auxiliatrixpark te Venlo, wonen 30 mensen met lichamelijke aandoeningen of dementie in combinatie met gedragsproblematiek. De begeleiding op de afdeling en de benadering door de medewerkers worden gekenmerkt door rust, veiligheid en structuur. Er is een individueel activiteitenprogramma dat is afgestemd op het levensverhaal van elke bewoner. Daarbij worden activiteiten en rustmomenten afgewisseld. Jasmijn beschikt over 1- en 2-persoonsslaapkamers die zijn gegroepeerd rond 1 van de 4 huiskamers waar de bewoners overdag verblijven. Elke huiskamer heeft een eigen kleur, maar is verder sober ingericht om te veel prikkels en onrust te voorkomen. Bewoners kunnen zelfstandig naar buiten, naar de omsloten belevingstuin. Goede zorg bij mensen met dementie is gericht op het bevorderen van hun welbevinden, zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Het kleine team met vaste zorgmedewerkers, behandelaars en vrijwilligers geeft daar invulling aan, samen met familie- en mantelzorgers.